Hallo en welkom hier terug in onze plenaire studio, maar die is niet plenair. Dit is nu een van de twee parallele sessies en we gaan het hier hebben over Go Viral. Onconventionele methode voor het verhogen van weerbaarheid tegen desinformatie, oftewel fake news. En hoe gaan we daarmee om? Naast mij in de studio Danielle Arets. Danielle, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent Associate Lector Journalistiek en Innovatie bij de Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Klopt. En, dat is een belangrijke combifunctie, Associate Lector Strategic Creativity aan de Design Academy in Eindhoven. Superleuk. Ja, dat komt die onconventionele kant van. Ja, precies. Hè? Mooi dat je dat combineert. En, als je het net in de lobby hoorde, het was niet of, het is gewoon en. Bart Wernhout is op dit moment bij ons ook live op het scherm in de studio. Bart, goedemiddag. Hey Bart. Jij bent ethicus en onderzoeker over de Smart Society aan de Fontys Hogeschool. Fijn dat jij er ook bent. Jij weet alles over moral programming. Daar gaan we vast zo meer over leren. Maar we gaan eerst even inzoomen op jouw Go Viral project. Maar niet voordat ik iedereen die nu zit te kijken uitnodig om ook actief je vragen in te stellen. In te sturen via de chat. Want er staat allemaal keynote en jij gaat zeker ook ons veel vertellen. Maar we willen ook gewoon dat je actief meedoet. En een aantal mensen doen dat al. Vraag even wie doen er allemaal mee, waar vandaan. Dan zien we Kees uit Deurne en Eras uit Rotterdam en Lisette uit Groningen, Monique uit Haarlem. Superleuk. En bijvoorbeeld Erik Wiersma uit Amsterdam die zegt, nou, ik wil graag weten hoe je studenten, daar hebben we natuurlijk veel mee te maken, die ontvankelijk zijn voor complottheorieën, weerbaarder kan maken. Dus ik denk dat we daar wel het antwoord op hopelijk kunnen vinden. Hopelijk hebben we daar. Ja. Mocht je nou ergens tijdens de sessie een vraag hebben, typ hem in de chat. Dan gaan we in het laatste deel van deze sessie ook actief gewoon zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Maar Danielle, fake news, ik zei het al even. En officieel in de titel van deze sessie, desinformatie. Wat is dat eigenlijk? Ja, in feite is het gemanipuleerde informatie in een nieuwsjasje. Heel nadrukkelijk met als doel om twijfel te zaaien, de publieke opinie te beïnvloeden of liefst ook personen in discrediet te brengen. Ja. En dat wordt steeds gevaarlijker, zeker in die COVID-context. Ja. Zien we dat steeds meer mensen ontvankelijk zijn daarvoor. En dat leidt uiteindelijk tot heel veel twijfel en onduidelijkheid. Dus ja, daar moeten we echt iets tegen doen. Ja, dus je zegt het is gemanipuleerde informatie in het nieuws. Ja, dat is dus iets anders dat nou, Trump al een paar jaar horen zeggen, alle journalisten zijn fake news. Die misbruikt eigenlijk dat beeld. Nou, dat is wel een goeie. Je hebt desinformatie. Hè. Je hebt gewoon verkeerde informatie, die maken we allemaal foutjes. Misinformatie. We spreken heel graag over desinformatie. Gemanipuleerde, opzettelijk gemanipuleerde informatie. Ja. Maar het wordt ook als label gebruikt, nepnieuws, door Trump. En dan wordt het echt een beetje gebruikt om de media te delegitimeren. Ja. En dan is het echt een label voor eigenlijk alles wat ook maar een beetje niet klopt of je niet aanstaat. Ja, ja. En sommige mensen zeggen dan, ja, ik stel alleen maar kritische vragen. En daarmee komen ze met de meest wilde theorieën op de proppen en zeggen ze, ja, dat zou ook kunnen, toch? Ja, en dat is met name waarom het zo moeilijk ook is. Hè? Wat zijn dan nog kritische vragen of wat zijn, hè? Iedereen staat vrij om vragen te stellen. Ja. Maar als je daarmee steeds meer aan experts en aan autoriteiten gaat twijfelen, dan gaan we op een heel hellend vlak. Precies. En dan wordt het een beetje, ja, het einde is zoek. We horen nu af en toe mensen zeggen, ach, onderzoek, wetenschap, dat is ook maar een mening. Precies. Ja, nou, ja. We gaan ontdekken hoe het werkt. Toch even tot slot, voordat je ons meer vertelt over jouw onderzoek. Wat zijn nou belangrijke mechanismen in dat fake news en in die complottheorie, in die verspreiding? Ja, de eerste is de zaaie twijfel. Dus je zei dat net al, van die vragen stellen waardoor je aan alles gaat twijfelen, ook aan experts. Het is heel nadrukkelijk ook bedoeld om groepen tegen elkaar op te zetten. Heel polariserend. Mm-hmm. Vaak emotioneel taalgebruik. Het is allemaal heel erg en heel verschrikkelijk. En het is ook vaak in de berichten qua vorm zijn het veel hoofdletters. Veel spelfouten ook. En je hebt ook een heleboel je wil zeggen, spelfouten verhogen de geloofwaardigheid van fake news. Nou, niet de geloofwaardigheid, daar kun je het in ieder geval aan herkennen. Maar het zijn wel mechanismen dat er veel hoofdletters gebruikt worden, uitroeptekens. Daar herken je het vaak aan. Hè? Ja. Veel emotioneel taalgebruik. Ja. En veel mensen die ook gewoon lol hebben om een beetje onrust te zaaien. Ja, een beetje online rellen. Ja, trollen noemen we dat. Ja, en die dat gewoon echt leuk vinden, omdat dat ze zich vervelen vaak en dat graag doen. Nou ja, ik herken een aantal aspecten die je noemt, want ik heb van de week de game Go Viral zitten spelen. Dus ik denk opeens, oh ja, dat heb ik ook ingezet. Dus neem ons eens mee, je hebt een korte presentatie voorbereid over jullie onderzoek en de tool die jullie daarin gebruiken. Dat zal ik doen. Misschien even om te beginnen, dit is al meteen een deepfake. Deze mevrouw bestaat niet echt, daar zal ik het verder niet over hebben. Ik dacht al, wat een ongelukkige foto voor jou. Dank. Maar goed, we hebben dus inderdaad te maken met een enorme hoeveelheid desinformatie. En de World Health Organization die spreekt over een infodemie. Mm-hmm. Waarbij eigenlijk die desinfo zich net zo snel verspreidt als dat virus.
En we weten eigenlijk niet meer zo goed wat we ermee moeten. Want op dit moment staat er natuurlijk veel op het spel. We hebben veel maatregelen waar we ons aan moeten houden. En als steeds meer mensen die maatregelen in twijfel gaan trekken en de autoriteiten, dan kunnen we het eigenlijk op een gegeven moment nergens meer over hebben. Dan krijgen we een enorme informatiechaos. Dus we zoeken naar strategieën om daarmee om te gaan. En waar we met name last van hebben, is dat die desinfo zich ontzettend snel verspreidt. Dat doet het altijd al, via mond op mond, maar nu online helpen daar ook nog eens de botnets aan mee. Dat zijn aan elkaar geschakelde computers die heel snel informatie verspreiden. De trollen, daar hadden wij het net al over. Mensen die dat gewoon leuk vinden om te doen. En je hebt ook nog eens de influencers. Een recent onderzoek van de Utrechtse Dataschool die laat zien dat ook de influencers in Nederland, mensen als Duitse Kroes en Lange Frans, die hebben een enorm netwerk, die hebben heel veel followers. Als die nepinformatie gaan verspreiden of twijfel gaan zaaien, van ze willen het toch niet, ze hebben niet het beste met ons voor, dan heeft dat een enorm effect. Die kunnen echt een soort superspreader worden. En dat is heel erg link voor met name jongeren en laagopgeleiden die via die influencers het meeste nieuws volgen. Voor hun zijn dit echt autoriteiten, vaak belangrijker dan hele mediaredacties. Dus daarmee hebben we echt wel een uitdaging. En voor de World Health Organization worden daar echt een aantal strategieën in ieder geval heel nadrukkelijk op de agenda gezet. En de eerste is echt factchecken. Dat gebeurt ook wereldwijd door heel veel organisaties. Heel belangrijk. In Nederland is Universiteit Leiden daar echt heel vooraanstaand in met nieuwscheckers. En bij een Fontys Journalistiek hebben we een eigen fact-check lab, de Factory. Die voortdurend claims onderzoeken, verifiëren. Heel belangrijk werk, alleen gaat die leugen verspreiden, dat gaat 10 keer sneller dan fake informatie verifiëren. En zelfs als we het dan geverifieerd hebben en rondsturen, dan gaat dat een stuk langzamer, de verspreiding daarvan via het internet. En veel mensen gaan het dan juist in twijfel trekken. Van ja, als het gecheckt is, moet ik het dan nog wel geloven? Dat heeft eigenlijk soms een tegengesteld effect. Dus dat factchecken, ja, het moet, maar heeft het het gewenste effect? Dat is best twijfelachtig. We zetten ook in op algoritmes. Met name de grote techbedrijven, Facebook, Instagram, Twitter, worden aangesproken om hun algoritmes aan te passen en desinformatie te verwijderen. Dat gebeurt ook massaal en dat heeft zeker effect. Volgens mij is bij Twitter iets van 3,5 miljoen berichten al verwijderd met desinformatie. Dat helpt zeker en tegelijk is ook dat weer twijfelachtig, want die algoritmes kunnen heel moeilijk een onderscheid maken van is het een mening, is het een feit, is het een reclame. Dus wat willen we aan die algoritmes eigenlijk aan verantwoordelijkheid geven? Dat is ook een lastige. Dus dan hebben we mediawijsheid. Dat is echt een bewezen strategie. Die heeft echt een bewezen effect. Dat moeten we sowieso doen. En 2 weken geleden was ook de week van de mediawijsheid, waarin er massaal werd ingezet ook van laten we daar in het onderwijs nog meer aandacht aan besteden. Nou, dat is heel erg nodig, want als je jonger op een, zeker op een vroege leeftijd, wat meer mediawijs maakt en ook leert om op internet informatie veel beter te wegen, dan helpt dat absoluut mee. Alleen bereik je daar dus vooral de jongeren mee, terwijl we ook weten dat de ouderen heel ontvankelijk zijn. Dus ook dat is best een lastige. Dan kun je nog, zeker binnen de journalistiek, is dat op dit moment een strategie van moeten we vooral ook niet zo sterk die polen belichten. Hè? Dat we degene die voor of tegen iets is, maar vooral het grijze midden wat beter gaan uitlichten. Mensen die misschien wat genuanceerdere visie hebben. En dat zijn er gelukkig een heleboel. Dat we die vooral het podium geven, zodat we juist die polariserende discussies een beetje ontvlakken. En waar wij op inzetten, want daar gingen we het over hebben, is pre-bunking. En dat zijn veel meer de gedragsstrategieën. En daar wordt op dit moment nog niet heel veel aandacht aan besteed. En ik denk dat daar veel kansen liggen. En pre-bunking is eigenlijk pre-emptive debunking. Dus eigenlijk een beetje voorkomen is beter dan genezen. En daar wordt heel interessant onderzoek naar gedaan door het Social Decision Making Lab in Cambridge. Die doen dat samen met Drog, dat is een mediapartij in Nederland, die zichzelf ook wel eens trollenfabriek noemen. En die hebben een paar jaar geleden dit spel gemaakt, het slecht nieuws spel. Waarbij ze heel nadrukkelijk mensen eigenlijk in de positie van die troll plaatsen. Dus je gaat zelf slecht nieuws maken en dat ook verspreiden. Je gebruikt eigenlijk al die mechanismen waar we het net over hadden. En het idee daarachter is dat als je dat toepast, je eigenlijk onderdompelt in dat slechte gedrag, dat je weerbaarder wordt. En dat noemen ze de inoculatietheorie. Die is al best wel oud, die komt uit 1960 al. Maar ze hebben daar nieuwe inzichten op gedaan dat eigenlijk net als met het virus zelf, dat als je fake informatie toedient, dus mensen echt bewust dat slechte nieuws laat maken, dat ze daardoor antilichamen opbouwen, mechanismen beter begrijpen en dus weer
stand opbouwen. Nou, dit spel is door een miljoen mensen gespeeld en er is ook onderzoek naar gedaan. Dus ze hebben voorafgaand aan het spelen van het spel mensen tweets laten zien. Een aantal tweets daarvan waren betrouwbare tweets, een aantal daarvan waren twijfelachtig. En die tweets moesten voorafgaand aan die game en de afloop beoordeeld worden. En daar zagen ze heel nadrukkelijk effect. De mensen die dat spel spelen, hebben daarna die werkingsmechanismen beter door. Snappen dat er emotioneel taalgebruik gebruikt wordt. Zien ook het effect van zo'n superspreader, van ook het trollen. En gaan daardoor beter die tweets beoordelen. Met name die dubieuze tweets. Maar voelen zich ook meer zelfverzekerd om daar iets aan te doen. Dus daar worden echt successen mee geboekt. En op dit moment hebben ze de Go Viral Game ontwikkeld. En daar doen wij ook onderzoek naar vanuit Fontys. En dat is een game heel nadrukkelijk gericht op alle desinformatie rondom COVID. Nou, de werking van die game is hetzelfde. Ook al die strategieën die we noemden worden in die game toegepast. Dus je gaat heel veel verkeerde informatie verspreiden. Je gaat jezelf voordoen als een expert, als een fake expert. Je gaat die informatie met hele grote, extreme woorden, hyperbolen, de wereld ontsturen. En hoe beter je dat doet, hoe beter je die strategieën beheerst. Hè? Hoe beter je eigenlijk een troll bent, hoe meer punten je scoort. Dus het is ook best leuk voor jongeren om die game te spelen. Wij doen dat op ROC's. En ook hetzelfde als dat andere spel kijken we voorafgaand aan die game. En na afloop van zien we effecten. Maar we kijken ook, we laten jongeren ook nadrukkelijk hun eigen filterbubbel onderzoeken. En als we dan beginnen in zo'n workshop van wat is een filterbubbel, dan hebben ze daar eigenlijk geen notie van. Maar als ze dan vervolgens op Instagram elkaars posts gaan bekijken en te kijken van waar de interessegebieden liggen, dan zien ze heel nadrukkelijk wel dat ze in zo'n bubbel zitten. En dan gaan ze elkaar ook wel aanspreken. Dus daar zien we ook nadrukkelijk dat er wel... Even voor onze deelnemers nu, die denken, ja, filterbubbel, wat was het ook alweer? En die filterbubbel is eigenlijk, die werking van algoritmes maakt dat alles wat jij interessant en leuk vindt op internet, dat wordt gevolgd door algoritmes. Die weten feilloos waar jouw interesse liggen. Dus als jij heel erg van voetbal en van... noemen ze een interesse? Triathlon. Triathlon ja. Houdt. Krijg je daar meer van? Heb je daar heel veel informatie over? Ja. En dat voedt elkaar. Dus je landt heel erg in je eigen bubbel. Het dieet wat jij lekker vindt, dat krijg je voortdurend voorgeschoteld. Ja. En je krijgt steeds minder ander nieuws. Precies. En veel daardoor denk je dat iedereen denkt zoals jij. Exact. Want je ziet toch iedereen alleen maar over triathlon posten. Ik neem aan dat je ook aan triathlon doet. Ik doe ook aan triathlon. Iedereen triathlon op mijn Facebook feed. Nee, wij vinden elkaar. Ja. Nee, dus nou ja, die filterbubbel onderzoeken, dat helpt enorm om te begrijpen van wat is dat nou? En wat met name in die workshop steeds uitkomt, is dat die jongeren zelf echt een soort van shocking bewust worden van die werking van algoritmes. Ze hebben ervan gehoord, maar als ze zich echt onderdompelen in dat gedrag en elkaars feed gaan onderzoeken, dan wordt het opeens pijnlijk duidelijk. En dan merken ze vooral ook dat ze eigenlijk nauwelijks nieuws binnenkrijgen. En waar dan de ene zegt van, oh, die rapper Lange Frans, die zegt eigenlijk wel leuke dingen. Dat als ze dan daadwerkelijk gaan volgen, voelen ze zich daar helemaal niet zo snang bij. Dus daar ontstaat een interessant debat over. Wat we daar ook nog bij doen in die workshops, dit is het spel trouwens, ik vergeet de slides. Ja. Is dat we kijken naar het gedragslenzenmodel. En dat is een model ontwikkeld door Sander Hermsen. En Rijntjan Renes, die sprak vanochtend in het congres. Die doen fantastisch onderzoek en die hebben een gedragslenzenmodel ontwikkeld om te kijken van wat heb je nou eigenlijk nodig om tot gewenst gedrag te komen? Hoe kun je mensen eigenlijk tot gedragsverandering bewegen? En we kijken in interviews na afloop van het spel ook van in hoeverre tonen die jongeren impulsen om het gedrag aan te passen? Nou, het hele onderzoek loopt nog, dus ik heb geen schitterende resultaten. Maar we hebben wel, afgelopen dinsdag was ik in Amersfoort en toen zei een meisje heel nadrukkelijk van, ja, dit heeft me echt aan het denken gezet en ik ga nu nieuws op mijn feed toelaten. We gaan het hier meer over hebben, dus we tonen echt nadrukkelijk tekenen dat ze hier iets mee willen en iets mee moeten ook. Ja. Maar we moeten daar nog verder onderzoek naar doen om te kijken of het echt effect heeft. Maar ik heb er wel echt vertrouwen in dat we naar dit soort modellen moeten kijken. En dus de wat meer onconventionele methode om mensen zelf echt aan het stuur te zetten. Ja. Dat alles wat we daaromheen doen is hartstikke nodig. Maar uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk en moeten we zelf dat gedrag gaan aanpassen. Ja. En als we dat weten, dan hoop ik dat we met mijn collega Bart Wernert, die er zo dadelijk bij komt, ook kunnen kijken van hoe kunnen we daar dan beter voor programmeren? Kunnen we dan die algoritmes die ons nu eigenlijk tot ongewenst gedrag aanzetten, kunnen we die dan gebruiken om misschien wel ons gedrag te verbeteren? Om die filterbubbels door te prikken? Om ons juist andere feed te geven?
Precies, dus jullie zijn heel erg bezig om beter te begrijpen hoe werkt het. En je hebt dus als onconventionele methode is eigenlijk dit... Die dat game. Je dit instrument hebt gebruikt, gebouwd. Ik heb hem gisteren, wat ik zei, gespeeld. Dat is hartstikke leuk, nodig je van harte uit voor de mensen. Hoeveel highscore had je? Ja, nou, ik ben op een gegeven moment gestopt, want tijd was schaars. Maar het is heel laagdrempig en het zuigt je er wel in, want je zit in een soort...